Ja, er is dus een chocoladefabriek in Koog aan de Zaan die ammoniak door de cacao mengt om zwarte koekjes te maken. En over dat feit zelf ga ik hier verder niet doorzeuren. Dat is vast een ingewikkeld chemisch proces waar wij gewone consumenten toch niks van snappen. En bovendien, we hebben te veel ammoniak in dit land. Dus chapeau voor het bedrijf dat een manier heeft gevonden om ons daarvan af te helpen. Dit is hoe we verder komen als land. Bij deze een oproep aan alle andere fabrikanten. Kan er misschien ook een beetje stikstof door de pastasaus? Zou enorm helpen. Scheut je asbest in de pindakaas of kwik in de tonijn? Nee, wacht, dat zit er al in. Nou ja, laat me zitten. Doe maar microplastics door de melk dan, dat zit er ook in. Nou ja, we eten elke dag troep, dat is inmiddels wel duidelijk. Over 100.000 jaar als archeologen gaan duiken op de plek in de Europese Oceaan waar ooit Nederland moet hebben gelegen, vinden ze een versteende Homo sapiens naast een roestige airfryer. En als ze dan onderzoek gaan doen naar wat er in zijn maag zit, zullen ze zich afvragen hoe al die microplastics en metalen en gifstoffen daar terecht zijn gekomen. Het zou mij niet verbazen als hun conclusie luidt: ze aten airfryers. Geen wonder dat ze dood zijn. Maar deze column gaat ook niet over airfryers. Al zou ik met liefde een paar minuutjes losgaan op deze laffe senseo onder de frituurpannen. Waar het verhaal van de ammoniakkoekjes me vooral aan deed denken, vanwege de instanties die wisten dat het gebeurde maar er niks aan deden, was een verhaal dat ik een paar weken geleden las over een eendenslachterij in Ermelo. Daar moeten mensen die een nieuwbouwhuis in de buurt van die slachterij kopen een contract tekenen dat ze nooit bezwaar gaan maken over de stank of de herrie. Anders krijgen ze een boete van 10.000 euro. Er zijn dus mensen in Ermelo die niet mogen klagen over een slachterij die al jaren illegale dingen doet. En dus doe ik dat voor ze vandaag. Sterker nog, ik beschouw het als mijn persoonlijke missie om er in de komende minuten voor te zorgen dat slachterij Thomas Ducto uit Ermelo voor minstens 210.000 euro imagoschade oploopt. 21 keer 10.000, snapt u? Nou is dat niet heel ingewikkeld, want het bewuste bedrijf dat dus Thomas Ducto heet, doet er alles aan om een klotenbedrijf te zijn. En dan heb ik het niet eens over hun core business. Ze maken elke dag 32.000 eenden dood. Wat op zichzelf natuurlijk al niet heel sympathiek is. Maar goed, dat vinden we nog altijd een normale bedrijfsactiviteit in dit land, dus zo. En dat dat stinkt en herrie maakt, heel vervelend natuurlijk. Maar zelfs dat zou nog gewoon binnen normale normen kunnen vallen. Er zijn wel meer mensen die stinken en herrie maken. En sommige daarvan worden dagelijks uitgenodigd voor talkshows. Dus op zich is het geen strafbaar feit. Wat Thomas Ducto in Ermelo, onthoudt die naam, dan toch zo naargeestig maakt, is dat ze al bijna 5 jaar veel meer eenden doodmaken dan volgens de vergunning mag. Een paar miljoen eenden te veel, om precies te zijn. Ze hebben de enige concurrent namelijk overgenomen, zodat er in de wijde omtrek niemand anders meer eenden doodmaakt. De fabriek is uitgebreid, de productie is opgeschroefd en toen dat allemaal klaar was, is er voor de vorm een vergunning aangevraagd. Die is de gemeente nu aan het beoordelen, maar volgens burgemeester en wethouders kan de gemeenteraad beter akkoord gaan, omdat ze anders misschien wel een schadeclaim krijgen van Thomas Ducto uit Ermelo, die dan dus geld willen, omdat de gemeente hun illegale activiteiten niet legaal wil maken. Snapt u? De gemeente heeft wel voorzichtig geprobeerd aan Thomas Ducto uit Ermelo te vragen of ze misschien iets minder eenden willen doodmaken. Maar dat kan niet meer, volgens Thomas Ducto uit Ermelo, omdat dat heel veel dierenleed zou veroorzaken. Dat hoort u goed. Minder slachten is meer dierenleed, want dan kunnen de eendenboerderijen hun eenden niet meer kwijt. Wordt het daar veel te druk, gaan die beesten elkaar lastigvallen en kapotpikken. Hartstikke zielig, en dan kun je ze beter doodmaken. Tenzij die boerderijen minder eieren laten uitbroeden natuurlijk, maar dat wil Thomas Ducto uit Ermelo niet, want die eendenboerderijen zijn namelijk allemaal eigendom van Thomas Ducto uit Ermelo. Had ik al gezegd dat Thomas Ducto uit Ermelo echt een onwaarschijnlijk schofterig klotenbedrijf is. Het zou me niks verbazen als de gemeenteraad van Ermelo zich uiteindelijk laat chanteren om toch maar akkoord te gaan met die vergunning, want dat is hoe het helaas vaak werkt bij koekjesfabrieken, vliegvelden of eendenslachterijen. Grote bek, scheid aan de regels, dure advocaten, instanties in de binnenzak en nooit te beroerd voor een potje bedreigen of chanteren. Hoe dan ook, een spannende tijd voor de mensen die een van die 21 nieuwbouwhuizen hebben gekocht. Bij zo'n gloednieuw huis kan het zomaar zijn dat de dakgoot bij oplevering 2 centimeter te ver naar buiten uitsteekt. En daar krijg je meestal een heleboel gezeik mee. Mis niks van het laatste nieuws met de NPO Radio 1-app. Download hem nu.